Kijk nou. Hoi. Hey guys. Hoi. Ik ben hier vandaag met Jill. Als je Jill nog niet kent, Jill maakt ook video's op YouTube. Wat doe je precies? Ik vlog dagelijks. En Jill heeft een heel lief hondje genaamd Pip. Ja. Die nu helemaal afgeleid is. Jill en ik gaan vandaag de Newly Friend Game doen. Dat zag ik bij andere YouTubers en ik vond het heel grappig. Het is dus een soort van spelletje wat je doet met iemand die je nog niet zo heel erg goed kent. En Jill en ik kennen elkaar wel best wel een tijdje, maar we hebben elkaar maar één keer in het echt eerder gezien. Ja, dus dat is de tweede keer. Dus ik denk dat we ook nog best wel veel dingen niet van elkaar weten. Dus ik heb 10 vragen opgesteld waarvan wij dan zelf ons eigen antwoord moeten opschrijven. Maar we moeten vervolgens ook raden wat de ander heeft geantwoord. Dus als ik bijvoorbeeld vraag van wat is je favoriete eten? En ik denk bij Jill dat dat sushi is, dan schrijf ik mijn eigen eten erop. Maar dan raad ik ook nog van Jill van wat haar antwoord is. Goed. En gaan we kijken hoe goed onze raadskills zijn. Ik denk het niet. Ik denk echt niet goed. Eerste vraag is, wat is je YouTube guilty pleasure? Dus niet een bepaalde YouTuber, maar gewoon filmpjes op YouTube die je leuk vindt om te kijken. Buiten YouTubers, dus zeg maar echt mensen. Ah nee, ik moet dan ook serieus nadenken over van mezelf. En dan ook nog over dat van jou. Ja. Ik heb nog niet nagedacht over dat van jou. Oh! Ja, ik denk dat ik het wel weet. Ik denk bij jou dingen die met voeding te maken hebben. Dus receptvideo's en zo. Nee. Wat dan? Mijn guilty pleasure op YouTube ga ik dit echt vertellen zoals ik weet het. Zeg maar filmpjes waarin ze mee-eters en puistjes zijn. Nee! Ja, wel. Ken je dat? Heb je dat wel eens gezien? Nee, ik word er niet heel vrolijk van. Oh, ja, ik vind dat dus echt super chill. Want dat vind ik zo, weet je wel. Als het dan lukt om die mee-eter zo uit te knijpen, dan denk ik zo van, yes! Het is weer gelukt! Het is gelukt, ik zweer het. Ik ben niet de enige op deze wereld, want ze worden heel veel bekeken. Oké. Bij jou denk ik dat je guilty pleasure is, hondenfilmpjes eigenlijk. Nee. Nee? Nee, ik vind het gewoon heerlijk om gewoon naar vlogs te kijken. Eigenlijk super saai. Maar dat vind ik gewoon echt, ik kan ook echt op de bank gaan liggen dat ik denk, nou ik ga wel gewoon alle vlogs kijken van die persoon. Allebei niet goed. Begin lekker. Wat? Is je favoriete make-up product? En dat is niet per se een merk of zo, maar gewoon het product. Oh, wacht, ik schrijf het van jou op per ongeluk. Oké. Oké, ja, ik denk dat ik het ook wel weet. Ik denk dat jouw favoriete make-up product is wenkbrauwpoeder. Oh, ik zat echt te twijfelen van wat ik ging opschrijven. Ik heb eyeliner opgeschreven. Dit zat ik serieus ook over na te denken. Het was één van die twee. Ja, want ik zat zo eigenlijk, als je nu het zegt. Ik heb veel vaker gezegd van wenkbrauw spul is mijn favoriete. Ja. Ik zou eigenlijk, als ik me niet mag opmaken en alleen ik mag maar één ding gebruiken, dan doe ik eigenlijk alleen maar wenkbrauwen. Ja. Dus jij bent eigenlijk wel een soort van goed. Ook al heb ik wat anders opgeschreven. Jill kent mij beter dan ik zelf. Oké, en ik? En je lipstick. Nee, ik heb highlighter. Echt? Ja, ik vind highlighter vind ik nog belangrijker. Maar lipstick eigenlijk ook wel hoor, heel erg. Hou je van Disney films? Ja. Oké. Okay. De volgende vraag is, wat is je favoriete Disney-film? Ik wist het. Ja, ik vind het echt super moeilijk eigenlijk. Dit is echt een stomme vraag. Hoe kan je dat nou weten van de ander? Ik ga voor Tangled. Nee, die heb ik nog nooit gezien. Echt? Oh. Ik dacht zo je mooie lange blonde haar. Okay. Nee, mijn favoriete Disney-film was The Lion King. Oh ja, dat is wel een hele goede keuze, maar die had ik echt never gekozen. Want mijn tweede gok was De Kleine Zeemermin. Ja, dat vind ik ook wel een hele mooie, maar niets overtreft van Lion King. Laatst heb ik liedjes van de Lion King in allemaal verschillende talen geluisterd. Dat kan je dus opzoeken ja, op YouTube. Ja, dat is superleuk. Dat is zo grappig. Dat heb ik zo met Frozen gedaan, ja. Ja. En dat denk ik dat jouw favoriete Disney film is, maar ik vind het wel lastig. Maar het is niet Frozen. Het is niet Frozen. Nee. Het Pocahontas. Oh echt, die had ik ook nooit geraden. Ik voel me erg verbonden met Pocahontas, met liefde voor de natuur. En, ja, ja, ja. Ja, nee, maar ik moet wel zeggen dat het wel veel verandert hoor. Frozen is eigenlijk nooit mijn favoriet geweest, dat wel. Maar ik denk nee, mij nou ook niet. Eerst altijd De Kleine Zeemermin als favoriet had. En dan specifiek, dit is Kleine Zeemermin 2. 2 vond ik ook super leuk. Ja. Die heeft ook zulke leuke liedjes. En het laatste jaar is het eigenlijk veranderd naar Pocahontas. Ik denk dat dat ook mijn favoriete prinses is. Ook al is ze niet echt een prinses. Oh, ik vind trouwens ook Mulan heel erg leuk. Ja, die dat is ook mijn echt tweede, heel mooi. Denk ik, favoriet. Tweede prinses favoriet ook. Is ook niet echt een prinses. Nee, maar misschien daarom wel. Ja, ze zijn allebei hele sterke, karakters, zelfvoorzienende ja. vrouwen. Wat bestel je als je bij Starbucks bent? Wat zal jij bestellen? Ik ga gokken dat jij een caramel frappuccino meisje bent. Ik heb een... Oh, een caramel latte, oké. Eigenlijk heb je hem dan wel voor de helft voor goed. De helft goed, ja. Ja. Ja, ik denk eigenlijk dat je iedere keer wat anders kiest als je bij Starbucks komt.
Dat is wel een hele tijd waar geweest, maar tegenwoordig blijf ik wel best wel bij één product. Ja, het is sowieso een frappuccino. Geen frappuccino, wel koud. Dan weet ik het niet eens. Ja, het is ook, dan moet je ook wel de menukaart van Starbucks waarschijnlijk uit je hoofd kennen. Nee. Het is een chai tea latte, alleen dan iced. Oh, chai tea latte. Ja, dat vind ik, dat drink ik thuis altijd met mijn Dolce Gusto. Dat vind ik zo lekker. Ik probeer eens een keertje ijsvondjes erin te gooien. Perfect. Wat is je favoriete emoji? Oh, moet ik even kijken? Of mag welke, ja, ja, welke ik het meest gebruik? Ik weet het wel van mezelf. Ik heb hem geprobeerd te tekenen. Ik denk aan de ene kant eigenlijk dat we dezelfde hebben. Ja? Ja, ik weet niet waarom. Is je favoriete poep emoji? Ja. Ik heb poep opgeschreven. Wat is dit? We hadden gewoon hetzelfde antwoord. Ja, dat is best wel leuk. Waar ben je heel erg slecht in? Waar ben ik echt heel erg slecht in? Ja, ik denk... Ja. Ik kan me gewoon niet voorstellen dat je ergens heel slecht in bent. Tuurlijk wel. Ja, het kan ook inderdaad een slechte eigenschap zijn, hè? Ik weet het gewoon echt niet, joh. Doe een wilde gok. Ik ben echt wel heel slecht in bepaalde dingen, hoor. Zeg maar, je bent heel chaotisch. Dat komt wel in de buurt. Ik ben slecht in netjes zijn, dus als in opruimen en ik ben super rommelig. Als ik... Toch vind ik, als ik hier om me heen kijk, vind ik dat toch wel heel goed. Ik heb vanmorgen echt flink opgeruimd. Ik denk dat je slecht bent in op tijd komen. Nee, helemaal niet. Nee? Ik kom altijd op tijd. Zelfs vandaag, 1 uur afgesproken, ik stond om 1 uur. Exact. Nee, ik ben heel slecht in wachten. Ik ben heel erg ongeduldig. Wat is eigenlijk juist weer het tegenovergestelde. Dit van op tijd zijn. Ja, nee, ik kan er echt niet tegen. Ik haat ook mensen die te laat zijn. Ik heb dan... Wat is je favoriete filmgenre? Ik schrijf steeds jouw antwoord op in plaats van de mijne. Ik denk dat van jou dat het comedy is. Nee, drama. Echt? Ja. Dat had ik echt niet verwacht. Ja, ik hou wel echt van gewoon problemen. Hele zware films. Ja. Ik vind ook de serie zeg maar van Godlos en zo, dat vind ik super interessant. En ik hou ook van horror. Dat vind ik dus ook heel top. Mijn tweede keuze was horror. Ik denk dat het van jou fantasie is. Oh ja, ik had er twee opgeschreven. Thriller en fantasy. Yay! Ja, fantasy, science fiction. Eigenlijk alles wat never in het echte leven kan gebeuren, dat vind ik echt super leuk. Wat gewoon leuk is om uit deze wereld te stappen. Ja, en ik vind het altijd zo gek als mensen niet van fantasy houden. Bijvoorbeeld als ze dan zeggen van ja, maar ja, dat is helemaal niet realistisch. En dan denk ik, nee, maar het is... Daarom is het juist zo leuk, ja. Hi, Mert. Hi. Hi, Mert. Hi. Piep, 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 piep. De volgende vraag is, naar welk land zou je nog heel graag een keer willen? Jeetje, ik weet het van mezelf niet eens. Hoe moet ik hem dan raden van jou? Ik denk dat jij naar Los Angeles zou willen. Dat is eigenlijk niet echt een land, maar... Ja, Amerika dus. Ja. Ik heb het niet opgeschreven. Ik wil wel nog heel erg graag naar LA. Maar mijn antwoord was Japan. Oh, dat is tof. Ja. Ja, dat is wel tof. Dat zou ik wel heel graag nog een keer willen. Ik denk niet dat jullie van mij gaan raden. Dan ga ik echt een hele... niet voor de hand liggende gok doen. Ik denk dat je nog heel graag een keer wil naar Thailand. Nee, ik heb Oostenrijk opgeschreven. Oostenrijk? Ik zou heel graag een keer op wintersport willen. Oh ja, en dat is het meer, zeg maar. Ik weet dat in Oostenrijk weer gewoon heel goed skiën, snowboarden en zo. De volgende vraag is, wat is je favoriete kleur? Ja, als je deze niet raadt, Eske, dan weet ik het ook niet meer. Ik heb wel een voorgevoel. Hierin denk ik dat we enigszins wel een beetje op dezelfde lijn liggen. Of kan dat niet? Dan klopt mijn voorgevoel niet met wat jij denkt. Oh nee, ik heb het verkeerde antwoord opgeschreven. Hoezo je hebt het verkeerde antwoord opgeschreven trouwens? Hoe kan je nou het verkeerde antwoord opschrijven? Als je niet eens mijn antwoord hebt opgeschreven. Ik snap deze hele situatie niet meer. Nee, ik vergiste me gewoon in mijn eigen lievelingskleur. Hoe kan dit nou? Ja, ik ben nou echt bang dat ik iets heel raars ga zeggen. Nee, echt niet. Je moet gewoon, denk maar gewoon aan het eerste wat je dacht. Roze. Nee, geel. Teske, nee. Teske, wat voor kleur auto rij je? Mintgroen! Mintgroen! Oké, dat is niet mijn antwoord. Even dat je het weet. Nee. Ik denk dat die van jou of rood of paars is. Was dat je vorige antwoord? Het eerste wat ik opschreef was Bordeaux rood. Ah, en toen was wat ik van nu opschreef aubergine. En dat is paars. Nou, oh, dus echt. Je hebt gewoon allebei mijn antwoorden even goed. Ik heb zelfs gewoon je fout antwoord goed. De laatste vraag. En dan de allerlaatste vraag. En dat is, wat is je favoriete ijssmaak? Mijn smaak is er tegenwoordig niet meer zo vaak. Nee, dat is wel een goede hint. Ja. Pistache. Nee. Oh.
Mijn smaak is kaneel. Kaneel? Oh, dat is ook wel heel lekker. Ja, dat vind ik echt heel lekker, maar ze verkopen het niet meer zo vaak. Maar ik dacht bij jou ook pistache of citroen. Ik ken jou echt goed. Ja, Jill kent mij wel beter dan ik Jill ken. Maar dan bij deze hebben we elkaar door deze tag beter leren kennen. Ja. Ik vond het een heel erg leuk spel. Ik hoop dat jullie het ook leuk vonden om te zien. We hebben ook een video gemaakt voor op Jill's kanaal. Die staat nu al online als jullie deze video zien. Ik zal een linkje zetten in de beschrijving zodat je door kan klikken. En dan zeg ik heel erg bedankt voor het kijken. Heel veel hartjes. Hartjes. En tot morgen. Doei doei.